Verpleeghuis in Bokstel lijkt te veel op een moskee, vindt de Brabantse fractie van de PVV. Dit is Onder Ons. Natuurlijk hebben we vandaag nog veel meer in Onder Ons. Prof-honkballer Rick van den Hurk vanuit Amerika even terug in Nederland voor het goede doel. En de zusters Clarisse in Megen zijn enigszins bezorgd over hun toekomst. Zorghuis Sefkat in Bokstel richt zich op te specifiek op allochtone ouderen. En dat vindt de Brabantse PVV-fractie. Die heeft daarom vragen gesteld aan gedeputeerde staten van Brabant. Volgens gedeputeerde staten is Sefkat juist een welkome aanvulling op het huidige zorgaanbod. Maar volgens de PVV past in Nederland geen verzorgingstehuis waar geen Nederlands gesproken wordt. Alleen maar halal voedsel wordt bereid en waarvan de inrichting op een moskee lijkt. Bij ons in de studio Ronald Dol, hij is fractievoorzitter van de Brabantse PVV. En Han Rijgersberg, directeur van Palet. En Palet is een adviesorganisatie van de provincie die betrokken is geweest bij het opzetten van Sefkat. Welkom heren. Ja, u gebruikt ferme taal, meneer Dol, om zo'n verzorgingshuis voor allochtone ouderen te omschrijven. Ja, ik denk dat het ook heel erg nodig is. Ik denk dat we de Brabantse burger en misschien ook al de Nederlandse burger moeten duidelijk maken dat dit soort gebeurtenissen niet meer in deze tijd passen en zeker niet met belastinggeld van de gemeenschap gefinancierd moeten worden. Wat vindt u daarvan, meneer Rijgersberg? Nou, ik denk terug aan de jaren 60, 70, die heb ik meegemaakt. En toen heb ik gezien dat Turken en Marokkanen naar hier werden gehaald om het vuile werk op te knappen, wat Nederlanders niet meer wilden doen. Ik weet dat heel veel Turken bijvoorbeeld in de WO terecht zijn gekomen door het werk wat ze toen deden. Kunnen wij ons veroorloven om nu te zeggen tegen die ouderen van we laten jullie in de steek? Maar betekent dat u nu op dit ogenblik zegt dat de integratie mislukt is? Want anders zouden ze in een gewoon normaal zorgtehuis gewoon ook normaal hun werk kunnen doen. Kijk, het is gewoon zo, als de integratie mislukt is, en daarom vind ik het heel fijn dat u het op deze manier brengt, dan blijkt dus dat zo'n zorgtehuis nodig is. Oké, okay, ja? Maar laten we eerst eens even gaan kijken hoe dat zorgtehuis eruit ziet. Prima. Ja, daar zijn ze. Bent u er ooit geweest, meneer Dol? Nee, zeker niet. Nee, we hebben wel een uitnodiging ontvangen gisteren en we zijn er nog niet geweest. Waarom nee. bent u er niet geweest als u toch zoveel vragen heeft daarover? We hebben vragen gesteld naar aanleiding van het openingsgebeuren en wij willen gewoon eerst die vragen afwachten. En gisteren heb ik een uitnodiging gekregen en ik heb daarop zeker geantwoord dat wij in de toekomst zeker van een uitnodiging gebruik zullen maken. Oké, okay. Begrijpt u dat meneer Dol zoveel problemen heeft met Sefkat? Nu wel. Nu ik heb gehoord dat hij er niet is geweest. Als hij was geweest, dan had hij de bankstellen gezien en het ziet er echt anders uit als een moskee. Als de PVV zegt dat wordt geen Nederlands gesproken, er wordt voornamelijk Nederlands gesproken. Is dat zo? Dus, ja, er wordt voornamelijk Nederlands gesproken. Het is alleen, want het gaat dus om oudjes die in een zware gezondheidssituatie zitten. Mm-hmm. Maar zag je ook in bijvoorbeeld het filmpje mensen die dement zijn. Op het moment dat die daar komen en die kunnen geen Nederlands spreken, dan zijn er mensen die ook hen verstaan in hun Turks of in Arabisch. Maar vindt u het niet raar dat u een oordeel over iets heeft waar u nog nooit geweest bent? Nee, de vragen die wij gesteld hebben is vanwege gewoon, dat zijn de landelijke begrippen. De heer Donner heeft in zijn integratienoodzaai heeft hij een doelgroepenbeleid verworpen. Hij heeft gezegd van er is in Nederland geen plaats meer voor een doelgroepenbeleid. Mm-hmm. Dit is puur een onderdeel van doelgroepenbeleid. Maar u praat dat over een doelgroepenbeleid, ja? Maar meneer praat over een leefstijlbeleid. Ja, kijk, ook daarin. Wij hier in Nederland houden bijvoorbeeld niet van discriminatie. Geen discriminatie tussen man en vrouw. U laat het in het filmpje net fantastisch zien. Gebedsruimte voor heren. Ja? Dus er wordt zelfs in ons Nederland gediscrimineerd tussen man en vrouw in een verzorgingshuis Sefkat. Dat kunnen wij als PVV niet accepteren. Okay, dat is voor ons onmogelijk. Ja, u zegt van we zijn tegen discriminatie. Ik heb toevallig nog even op Google gekeken en ik heb gezien hoeveel verschillende soorten verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen er zijn voor verschillende leefstijlen in Nederland. Want je hebt onder andere Joodse, Molukse, over christenaars, over vegetariërs, ja, over lesbo's, over noem maar op. Heeft u ook problemen met dat soort huizen? Nee, dat is dus het verhaal. Dat is met het doelstellingenbeleid is dat dus afgeschaft en dat willen wij dus ook zo houden. Wij vinden gewoon dat de zorg in Nederland is al duur genoeg. En door dit soort rare initiatieven wordt die zorg eigenlijk onbetaalbaar. Zal ik dadelijk, als het over financieel gaat, zal ik dat uitleggen. En daarom zeggen wij gewoon,
Dat doelgroepbeleid moet volledig afgeschaft worden. Wij zijn in Nederland voor een hele goede zorg. We hebben hier een hele goede zorg. En daar moet iedereen gebruik van kunnen maken. Mm-hmm. Maar we moeten niet gaan willen dat oud-politieagenten en vegetariërs en maar moslims... hoe belangrijk is het, meneer Rijgersberg, dat mensen op leeftijd of met een extra zorgbehoevende, dat die in een omgeving zitten waar ze zich veilig voelen? Heel erg belangrijk. Ik denk als ik hoor de PVV altijd zeggen, het gaat om de normen en waarden die in Nederland gelden. Die zijn erg belangrijk. Nou, ik vind, daar ben ik trots op, dat in Nederland een norm is en dat er waarden zijn van we gaan goed om met de ouderen die hulpbehoevend zijn. Mm-hmm. Daar gaan we goed mee om in Nederland. Maar laten we dat in godsnaam koesteren. Maar ik heb dat volgens mij niet ontkend. Ik heb gezegd, er is hier in Nederland zorg voor iedereen. En dat is maar heel goed. Maar dat wil zeggen dat we een verzorgingstehuis hebben waar iedereen binnen kan lopen. En met de andere maar worden er mensen geweigerd in Sefkat? Kunnen daar normale Nederlandse mensen niet terecht? Andere groepen kunnen er ook binnen, ook andere geloven. Het is ook geen islamitisch tehuis. Het is ook geen verzorgingstehuis. Hè? Zo staat het wel omschreven op de website. Op de website staat duidelijk omschreven islamitisch, Marokkaans en Turks verzorgingstehuis. Heel duidelijk omschreven. Nee, het is een verpleeghuis voor moeilijke gevallen. Dus mensen die dement zijn, MS hebben, noem maar op. Okay. Zo staat het niet omschreven op de website. Ja. Maar ik denk dat het financiële aspect nog heel veel belangrijk is. U wil iets vertellen is. Over het financiële aspect? Ja. Ten eerste is het gewoon zo dat de provincie heeft daar een bedrag van, de WVS heeft er in 2008 een bedrag van ruim 500.000 euro ingestopt. Mm-hmm. En ook de provincie stopt daar geld maar in. Maar deze mensen dat hebben is, toch allemaal, die nee, vallen allemaal onder de ANWB? ABZ? Ja? Maar oké, dat is een eenmalig bedrag wat is gesubsidieerd om dat verzorgingshuis te kunnen oprichten. Mm-hmm. Dus dat is subsidiegelden, dat is geld van de gemeenschap. Maar stel dan dat deze is het mensen... Zo dat mensen zorg krijgen ja? En die zorg, dat is gewoon, dat wordt uit de algemene pot betaald, ook bij deze mensen. Ja, maar deze mensen, er... ja, die waren toch altijd uit de algemene exact. Pot betaald? Maar nu zitten er in dit verzorgingshuis, op dit ogenblik vier, en ze hebben mij gecorrigeerd, het zijn er inmiddels zes geworden, mm-hmm. Zitten zes mensen. Daar is een complete laag boven gebouwd van verzorgers, van management, en dat moet allemaal betaald worden. En dan staat hoe lang er in 2018. Verzorgingshuis? Net. Het is net ja. Geopend. In 2018 staat er. In 2018 heeft men waarschijnlijk 64 mensen. Met de 64 mensen zou het misschien kostendekkend zijn. Dus tussen 2011 en 2018 gaan er miljoenen naar een verzorgingstehuis waar we eigenlijk niets aan hebben. En wat dat vind ik gewoon zonde. Meneer Rijksberg? Natuurlijk, dat is veel geld wat u zegt. Maar ik weet dat heel veel. Ik denk dat je dan moet investeren. In de verzorgingstehuizen, in verpleeghuizen, om te zorgen dat zij ook opvang kunnen geven aan allerlei groepen ouderen in Nederland. Die is Brabant, die is, Brabant is een van de meest vergrijzende gedeelten van Europa. Er is goede dus zorg, er is goede investeert opvang. De provincie daarin. De provincie heeft geïnvesteerd in 15 vernieuwende projecten. Daar was dit er één van. Dat lijkt me vrij logisch. Ja. Want maar ze krijgen telefoontjes en belangstelling vanuit Groningen, want daar weten ze niet hoe dat ze de mensen moeten opvangen. Dan komen ze naar Bokstel. Nee, okay, maar als ze dan maar zes zijn, dan is dat nog steeds natuurlijk niet kostendekkend. Het is net open. Nee, oké, maar ook 2018, 64, hè, we praten over gewoon okay. Het geld van de gemeenschap. U heeft uw punt ook duidelijk gemaakt. Nu ook. Helaas moeten we deze discussie alweer beëindigen. U kunt na de uitzending vooral daarmee nog doorgaan. Zullen we wachten natuurlijk even de reactie op de vragen af. Bedankt voor uw komst. Oké, dank u. Bedankt. Oké. Zometeen in Onder Ons weer een juweeltje uit de lijst met kandidaten voor de titel Brabander van het jaar. En met onze filmkenner Luut Smits praten we over het Eindhoven's Filmfestival. De Orde van de Zusters Clarisse bestaat dit jaar precies 800 jaar en in Megen hebben ze nu al bijna 300 jaar een klooster. Maar voor hoe lang nog? In het jubileumjaar kijken we met de zusters terug naar hun toekomst. Ze zien dan ook wel dat het moeilijker wordt om de kosten te verdienen en de gemeenschap van 20 zusters overeind te houden. Want de meeste bewoners van het Megense Clarisse klooster zijn op hoge leeftijd. 11:50. De oproep tot gebed. Het is de derde dienst al op deze dag, die om 6:00 begon. Bidden, het is de core business van de zusters. En verder doen ze de dagelijkse klusjes in en om het huis, zonder te spreken. Maar van de wind en ook van het gebed alleen kun je niet leven. Dit is de commerciële tak van het klooster, een hostiebakkerij. Zeker ook sinds het Vaticaans Concilie is ook hè, een opdracht dat de religieuzen echt in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Nou, deze dit al langer, is in 1761, meen ik, of 66 al begonnen. Zo lang worden er hier al hosties gebakken? Worden er hosties gebakken, ja.
Echt een groeimarkt is het niet, de hostiebakkerij. En dus zijn er voor de 20 Meghense zusters ook andere bronnen van inkomsten. Nou ja, we hebben natuurlijk AOW van de oudere zusters. En we hebben een gastenverblijf. Dus waar eigenlijk ja, altijd gasten komen. Er is plek voor 8 gasten in het gastenverblijf die gedeeltelijk het leven van de zusters meeleven. Ze komen uit heel Nederland, van Limburg tot Groningen en Friesland en Noord-Holland en noem maar op, overal vandaan. Financieel is dat geen vetpot. De gasten betalen €25 per dag voor kost en inwoning. Maar er is wel geestelijke winst. Henny Schot, boekhouder en moeder van 2 kinderen, komt er een paar keer per jaar om enkele dagen tot rust te komen en vrede te vinden. Mijn kinderen vinden het heel raar. En die geloven ook niet. En daar hebben we dan ook pittige discussies over thuis. Ja. En dan moet u hier weer wat munitie halen om de strijd aan te gaan. Nou, nee hoor, ze gunnen het me verder wel. Ze zien me altijd rustig en blij terugkomen. Dus dat is voor hun ook fijn. Henny komt uit Vlaardingen. Opvallend is dat de gasten meestal niet uit de regio komen. Nauwelijks of niet uit Brabant, maar veel meer verder weg. Hoe zou dat komen? Ik zou het niet weten. Misschien is wat dichtbij is niet lekker of zo. Zou u hier helemaal willen wonen? Ja, ik weet het niet. Mijn weg is anders gelopen. En dat is een gegeven nu? En dat is nu een gegeven, ja. Zie hier een probleem. Het leven van de meeste vrouwen loopt anders. Sinds Meghe een Clarisseklooster heeft, hebben honderden zusters hier geleefd. Maar de huidige populatie is sterk vergrijsd en er melden zich niet zoveel nieuwe kandidaatbewoners aan de kloosterpoort. Maar de Clarisse zijn er de vrouwen niet naar om hiervan in paniek te raken. Ik heb het gevoel van zolang wij maar leven zoals wij echt willen leven en vanuit die diepe spiritualiteit van God, dan moet het op een gegeven ogenblik weer een keer komen. Daar ben ik van overtuigd. En als het hier niet is, nou ja, oké, dan doen wij de deur dicht en dan hoop ik dat het aan de andere kant van de wereld wel doorgaat. Het speelt wel natuurlijk. Iedereen wil dat de dingen die je waardevol vindt, dat dat doorgaat. Dat is een beetje ingebakken in de mens, denk ik. Maar het is ook een oefening in, om ook inderdaad met open handen te leven en het los te laten. Halen de Clarisse de 900 jaar? Dat denk ik wel. Dat ga ik vanuit. Dat vertrouwen heb ik wel. Als je 800 jaar hebt bestaan, dan kun je ook 900 jaar bestaan. Voor de sport is vandaag geen collega van de sportredactie aangeschoven, maar we hebben een Brabantse topsporter te gast die een grote honkbalster is in Amerika, Rick van den Hurk. Nou, van harte welkom. Ja, jij bent niet zo heel vaak in Nederland. Klopt. Woont al 10 jaar in Amerika, komt oorspronkelijk uit Veldhoven, 26 jaar. En in Amerika speel jij de Major League als werper van de Baltimore Orioles. Dat is niet niks. Nee, dat klopt. Ik zit er nu al 10 jaar. Ik ben de eerste Nederlander sinds 15 jaar die op Major League niveau uitkomt. En ja. Tegenwoordig nu nog 2 andere jongens uit Nederland die op het hoogste niveau uitkomen. Dus dat is wel een unieke prestatie, ja. Ja, Nederlands doet het goed in honkbal. Daar gaan we het straks over hebben. Laten we eerst even kijken in actie. Van den Hurk began the 2009 season in the minors. But he proved he deserved to stay in the bigs after his mid-season recall. The big righty posted a 4.30 ERA in 11 starts, along with 49 Ks in 58 and two-thirds innings. With another year of experience under his belt, Van den Hurk could emerge as one of the game's quality young stars in 2010. Ja, deze heb jij natuurlijk zelf al een aantal keer wel gezien. Ja, klopt, hoe is het nou om de eerste keer je naam Van den Hurk te horen? Ja, gaaf. Ik bedoel, zeker ook als je debuut maakt in de Major League, is het toch een droom die dan werkelijkheid wordt. En dat is wel erg gaaf, ja. Hoe gaat het nou met jou, sportief gezien? Goed, gaat goed. Ik heb de laatste jaren tussen AAA en de Major League niveau, dus een niveau eronder gezeten. En je gaat een beetje heen en weer. Alleen je probeert de gat overbruggen om op een gegeven moment een heel seizoen op het hoogste niveau te kunnen blijven en kunnen presteren. Mm-hmm. Nou, zijn er clubs die met 200 miljoen begrotingen hebben, daar mogen ze lekker voor rondkomen. Jullie hebben een club, doen het met 60 miljoen. Ja, klopt. Heeft dat nog effect op de prestaties? Ja, zeker wel. Ja, wat ik al zeg, je concurreert tegen teams die een salaris hebben van 200 miljoen. Mm-hmm. Ja, dat hebben wij niet. Dus we moeten jammer, met, hè? Ja, helaas wel, maar we moeten met jongere jongens doen. En,
Ja, goed, dat is voor de toekomst wel leuk. Omdat je ziet elkaar groeien en je ziet waar je naartoe groeit. En dat is wel leuk. Dus we hopen op een gegeven moment toch tegen teams te kunnen spelen. En kunnen we meer kunnen winnen, vaker kunnen winnen. Dan gaan we eventjes naar Nederland. Wereldkampioen landenteams geworden. Klopt. En jij was eigenlijk te goed om mee te mogen doen. Ja, er is een bepaalde regel in het honkballen. Als je op een bepaald niveau zit, mag je niet meer mee met het WK doen bijvoorbeeld. Dus dat is wel jammer. Alleen ik heb het wel gevolgd en ik heb een aantal spelers die mee hebben gespeeld, ja, sorry. Ja. Heb ik ook gesproken tijdens die tijd. En dat is toch wel een unieke prestatie. En ontzettend goed wat ze hebben gedaan. Heel knap. Ja, je vond het ook mooi om te zien. Heb je het goed gevolgd? Ja, zeker. Iedere wedstrijd gekeken. En de finale natuurlijk ook. Dus iets wat er nooit gebeurd is in het honkballen in Nederland. En ja, we zien ze hier. Het is toch weer een bevestiging voor het honkballen in Nederland. Hoe we verder gaan en hoe we groeien. Hoe reageert ze daar in Amerika op? Ja, raar. Ik bedoel, Nederland is eigenlijk nooit in het nieuws gekomen in het honkballen. Het is natuurlijk altijd voetballen. En als je dan in Amerika toch wat nieuws komt in de honkbalwereld, dan doe je het goed. Ja. Nou, dan gaan we even naar het goede doel. Want dat is uiteindelijk de reden waarom jij hier in Nederland bent. Klopt. De European Big League Tour. Die heb je nu voor de tweede keer georganiseerd. Ja. Wat houdt het precies in? Ik heb een aantal clinics georganiseerd. En daarmee heb ik jongens die in de Major League spelen, dus echte Major League sterren, naar Nederland gehaald. Die nog nooit in Europa zijn geweest. Mm-hmm. En die laten clinics geven aan kinderen. En we hebben het een beetje voor beide aantrekkelijk gemaakt. Natuurlijk voor de jongens aantrekkelijk gemaakt omdat ze nooit in Europa zijn geweest. En voor de kinderen om hun Major League sterren te zien. Zien we hier ook beelden van de clinic? Ja, klopt. Ja. Er zijn een aantal beelden van de clinics. En we doen vragen en handtekeningen, foto's, maar ook honkbaltechnische dingen. Dus dat is wel heel leuk. Maar jullie gaan geld ophalen? Ja, geld ophalen voor dit jaar voor het Ronald McDonald's Fonds. We proberen hun te steunen in de jaren en zoveel mogelijk geld op te halen voor hun. Kun je dat er nog wel bij doen, zo even? Het is veel geregeld natuurlijk. Ik heb het vorig jaar gedaan voor de eerste keer en het was ontzettend leuk en goed ontvangen. En dit jaar is het groter geworden. Dus, Want ik begreep dat jij in een seizoen van 180 dagen ongeveer 165 wedstrijden speelt. Ja, 162. Ja, klopt. Ja. Zou je 18 dagen over? 18, en in 18 dagen reis je naar een andere stad meestal. Dus er zijn niet echt dagen vrij ertussen. Af en toe heb je hier een keer een dag vrij ertussen. Maar, Hoe is het leven als een honkbalster? Ja, gaaf. Het is sowieso voor mij een droom. Een droom die werkelijkheid is geworden en die je nu kan leven. En, ja, dat is toch wel uniek. Heb je nog ambities om door te stromen naar een hele grote ploeg? Ja, sowieso. En welke zou dat dan mogen zijn volgens jou? Een club die sowieso voor het kampioenschap strijdt en die ieder jaar voor het kampioenschap kan strijden. En daar zijn wij nu nog iets te jong voor, denk ik. Maar als je dan met zo'n ploeg kan doen waar ik nu bij zit, is dat natuurlijk... Dan die 200 miljoen op je bankrekening hebben. Dat zou wel lekker zijn. Dat zou mooi zijn. Hey, en voor het goede doel ben je niet alleen in Nederland bezig, want je gaat ook nog rondreizen. Ja, klopt. We doen twee clinics in Nederland. Dat is dit weekend, zaterdag en zondag. Vrijdag hebben we daar een dinner en een auction voor, waar nog elk stoelen verkrijgbaar voor zijn. Oké, dus bij deze de oproep. En vervolgens gaan we naar Praag voor 3 dagen. En dan vliegen we daarna door naar Italië, naar Rome. Ja. En doen we daar nog een clinic geven. Dus. Nou, volgens mij heb je een hartstikke leuk leven, Rick. Het is niet zeker een heel leuk leven, ja. Oké, nou dankjewel voor je komst en heel veel succes. Geen dank, dankjewel. Als je kort na elkaar 2 goede vrienden aan kanker verliest, kun je bij de pakken neer gaan zitten of je gaat vechten. Arno Vrome uit Eindhoven deed het laatste. En met een groep vrienden haalt hij op allerlei manieren geld op voor goede doelen die met kankerbestrijding te maken hebben. Alleen dit jaar hebben ze al meer dan €50.000 opgehaald. En dat maakt hem kandidaat Brabander van het jaar. Toon de Wit overlijdt november 2008 aan kanker. Zijn vriend René Sanders wil hem herdenken door een stichting voor hem op te richten. Maar dan slaat het noodlot nog een keer toe. Op het moment dat ze bij de notaris zijn geweest om de papieren te tekenen voor de stichting, is René zelf ziek geworden. En René is binnen een maand tijd overleden, ook aan de verschrikkelijke ziekte kanker. Arno gaat samen met vrienden van René en Toon verder met Stichting Marathon. Op alle mogelijke manieren zamelen ze geld in voor kankerbestrijding. Met als hoogtepunt het sponsorgeld dat ze binnenhalen tijdens de Marathon van Eindhoven. Het eerste jaar was €31.000. Hè, en dan is het allemaal nog nieuw en hot. Hè. Het tweede jaar dachten we van nou, dat gaan we nooit overtreffen. Toen hadden we ruim €37.000. En afgelopen jaar, ondanks de crisis, €51.000.
Want het aantal lopers in de felgekleurde shirtjes van Marathon wordt ieder jaar groter. Nou, als ik alles tel, dan varieert hij tussen de 600 en 700. Hè. Dus mensen die dus echt in t-shirts en loopshirts, dus die er mee lopen, maar ook supporter. Ja, is helemaal super. Helemaal echt iets om met z'n allen trots op te zijn. Het geld dat ze hiermee ophalen wordt onder meer besteed aan familiekamers voor kankerpatiënten in ziekenhuizen, het opknappen van een badkamer in een hospice en aan het opknappen van de afdeling kinderoncologie en het oncologisch centrum van het Catharina ziekenhuis. We hebben een nieuwe huiskamer. We hebben heel veel kleur gekregen, dus een spreekkamer. We hebben nog een familiekamer kunnen realiseren. Nou ja, echt voor onze patiënten wat extra's en ook heel noodzakelijk was, hebben kunnen realiseren. En dat is gewoon, ja, gewoon geweldig. Er is steeds minder geld voor de zorg. En ja goed, dan is het goed dat er zoiets is. En of dat dan Stichting Marathon is of iets anders. Het is goed dat mensen zijn eigen voor andere mensen in willen zetten. En wij doen het met liefde en plezier. Daarom zijn Arno Vrome en zijn Stichting Marathon genomineerd voor de titel Brabander van het jaar. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Maar ja goed, er zijn meer mensen die eigenlijk die eer toekomen. Maar ja goed, ik zal hem in ieder geval een mooi plaatje weten te geven. En hartelijk dank. Ja. Meer informatie over de stichting is te vinden op onze website. Volgende week ziet u de laatste kandidaat in de strijd om de titel Brabander van het jaar. Omroep Brabant organiseert deze actie in samenwerking met de Brabantse kranten. Ja, we gaan het hebben over films, want zoals iedere woensdag schuift ook vandaag onze filmkenner Luud Smits aan. Luud, vandaag gaan we het hebben over het Brabants Filmfestival. Is dat weer zo'n filmfestival met galajurken, rode lopers, volop cameraploegen? Nou, galajurken denk ik niet, maar wel een rode loper. Die zal ongetwijfeld liggen bij Broed in Eindhoven, waar het festival dit weekend plaatsvindt. En ook heel veel premières, want het is een festival en op een festival krijg je heel veel nieuwe films te zien. Ja, want hoe gaat het in zijn werk? Nou, het is de tweede editie van het Eindhoven Filmfestival. Het is een initiatief van filmplatform Broed uit Eindhoven. Vorig jaar was het eerste festival zo succesvol dat er nu natuurlijk een tweede versie moest komen. En ja, iedereen heeft eigenlijk filmpjes in kunnen sturen. Dus jonge filmmakers, iedereen in Brabant, maar ook in de rest van Nederland. Die denkt van, nou ja, ik maak wel eens filmpjes. Laat ik het maar eens opsturen naar een festival. Zitten daar dan nog restricties aan? Nou ja, er is één restrictie. En dat is dat de film niet meer mag kosten dan een ton. Okay. En dat lijkt heel veel. Maar ja, in de filmwereld is een ton eigenlijk best weinig om een grote productie te maken. En zowel lange als korte films worden daar vertoond. Er waren meer dan 300 inzendingen. Uiteindelijk is het teruggebracht tot een 40-tal die het hele weekend ook te zien zijn. En uiteindelijk wordt dan zondagavond beslist wie de prijzen gaat winnen. Oké, dan hebben we nog één bijzonder stukje, doodslag. Mm-hmm. Ja, het is zo dat er niet alleen films worden vertoond, maar er zijn ook workshops en er is ook een masterclass aanstaande zaterdagavond door Theo Maassen en Pieter Kuipers. Mm-hmm. Nou, natuurlijk allebei bekend, die hebben geen verdere uitleg nodig. Die hebben dus afgelopen zomer in Eindhoven de film Doodslag opgenomen. Daar komen ze over vertellen. Maar daar hebben we ook een stukje van. Laten we even kijken. Ja. Het is echt een grote actiethriller en de eerste zeg maar grote bioscoopfilm die volledig in Eindhoven is opgenomen. Dus ja, het is leuk om daar sowieso met de makers over te praten en te horen waarom men dus bewust voor Eindhoven heeft gekozen. Je hebt ook een hele bijzondere taak in dit filmfestival. Ja, de organisatie heeft mij gevraagd of ik in de jury wil zitten dit jaar. Dus het houdt in dat ik het hele weekend heel veel filmpjes gaan kijken. Lastig zeg. Ja, nou ja, goed. Yeah. Film is mijn hobby, dus vind ik niet zo erg. Wou ik zeggen. Maar dan uiteindelijk kiezen we daar dan de winnaars uit van de gouden camera's. Waar ga je nou op letten? Nou ja, kijk, we hebben dus meerdere mensen in de jury zitten. De ene zal gaan letten over wat heeft een film gekost. De andere meer op het technisch vlak. Maar ik ga puur en alleen kijken of een film mij pakt of niet. Hè? Of die de wow-factor heeft. En dan interesseert het me verder niet of die film een halve ton heeft gekost of 1000 euro. Want die zitten er ook bij. Mm-hmm. En zo'n film moet me pakken. En daar ga ik uiteindelijk op beoordelen. En want ik vind ook als je gewoon normaal in de bioscoop zit of je kijkt op tv een film, hou je ook geen rekening met hoeveel heeft een film gekost of dat soort dingen. Gewoon, vind ik het een goede film, ja of nee? Dat is het enige mijn... We zien ondertussen ook nog wat fragmentjes van wat er allemaal voorbij komt. Ja. Ja.
Nou ja, kijk, er zijn heel veel verschillende films. Ja, dit is weer iets heel anders dit inderdaad. Dit is van het hele absurde tot horrorfilms, tot actiefilms. En films waarbij je denkt van waar gaat dit in godsnaam over? Maar ja, dat is ook weer het leuke. Gewoon de afwisseling tussen de verschillende producties. En dat is natuurlijk ook voor ons als jury best lastig, omdat je dus een beetje appels met peren moet vergelijken. Ja. Maar uiteindelijk kijk je gewoon naar het vakmanschap. En ook de liefde die iemand in een filmpje heeft gestopt. Hè, want daar gaat dat zie je altijd terug. Vooral om, ja zeker. Wanneer is het filmfestival? Vrijdagavond is de openingsavond. En dan het komende weekend, zaterdag en zondag, bij Begroet in Eindhoven. Nou, mensen kunnen er gewoon, iedereen kan er gewoon naartoe. Via www.eindhovenfilmfestival.nl kun je gewoon kaartjes krijgen. Dus, Oké, okay. Nou Luud, hartstikke bedankt voor je komst en heel veel plezier. Ja, gaat lukken. Ga je zorgen dat je wakker blijft, hè? Ja, dat is altijd lastig. Ja. Komt goed. Ja, voor de uittips van vandaag hebben we weer gekozen voor een aantal interessante voorstellingen uit het grote aanbod van de Brabantse theaters en muziekcentra. Jeugdherinneringen is een gevarieerd programma van Danny de Munk en Henk Poort. Deze ras-entertainers vullen het programma met humor, anekdotes, natuurlijk veel zang en sketches. En daarmee blikken ze terug op hun leven. Donderdagavond in Chassé Theater Breda. Dotan wordt ook wel de Nederlandse John Mayer genoemd. En dat is een leuk compliment, maar deze Amsterdamse artiest heeft ook wel degelijk zijn eigen sound. En die is te horen op zijn debuutalbum Dream Parade. Veel nummers van dit album speelt Dotan donderdagavond in de Effenaar in Eindhoven. Die Zauberflöte is de meest gespeelde opera van Mozart. De opera was vanaf de eerste opvoering in 1791 een ongelooflijk succes. De staatsopera van Tatarstan brengt Die Zauberflöte donderdagavond in de Maagd in Bergen-op-Zoom. Morgen in onder ons de rubriek Huis te koop. De huizenmarkt zit ook in Brabant nog steeds muurvast. En in onder ons krijgen Brabanders de kans een huis onder de aandacht te brengen dat al heel lang te koop staat. Zoals bijvoorbeeld dat van Joanneke Muller uit Valkenswaard. Nou, we zijn hier op de bovenverdieping. Zoals je ziet, het is een mooi jaren 30 huis. Je hebt hier heel veel licht. Je hoort 's ochtends lekker de vogeltjes fluiten. En, hoeveel moet het eigenlijk kosten? Het moet €479.000 kosten. Dus dat is een huis wel in een wat hogere prijsklasse? Ja, klopt. Het is een wat hogere prijsklasse. Maar daartegenover heb je gewoon een heel mooi jaren 30 huis. Het is geen starterswoning, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus het is een huis waar je denk ik wel verliefd op moet worden om echt te willen kopen. En morgen hebben we het ook nog over de griepprik. Daarnaast is Maud Kuipers een van onze studiogasten en dat is een jonge modeontwerpster uit Helmond. Zij zit in de finale van het tv-programma Project Catwalk. Maar dat is morgen in onder ons, want voor vandaag zit het erop. In de tussentijd kun je kijken op Facebook via omroepbrabant.nl/onderons. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.